Ik ben Kenneth Taylor, ik ben 17 jaar, ik speel in Ajax onder 19, ik ben middenvelder. Ik speel ook in Oranje onder 17 en ik ben de toekomst van Oranje. Kenneth Taylor is geboren op 16 mei 2002 in Alkmaar. De technisch vaardige linkspoot begint met voetballen in de jeugd van SV De Foresters. En speelt vanaf 2010 al in de jeugdopleiding van Ajax. In het afgelopen seizoen pakt hij de dubbel met Ajax onder 19. En wordt hij als aanvoerder van Oranje onder 17 Europees kampioen. Het talent is op jonge leeftijd al een echte prijzenpakker. En dus is het de hoogste tijd om Taylor voor te stellen in onze rubriek De Toekomst van Oranje. Allereerst is het een heel fijn joch. Het is gewoon een hele leuke jongen om mee samen te werken. Is heel open, communiceert, altijd heel open naar je. Je kan ook echt met hem lachen, dus dat is ook prettig. Neemt altijd zijn lach mee naar de trainingen, naar de wedstrijden. Dat zorgt ook voor wat ontspanning. Ik ben een middenvelder, ik ben tweebenig. Ik heb een goed overzicht en ik hou van assisten geven. En als ik dan zijn kwaliteiten op moet noemen, is het... hij is goed in het kleine positiespel, hij is in het grote positiespel is hij goed. Zijn tweebenigheid. Ik denk dat ik heel blij ben dat ik tweebenig ben. Dat is wel echt mijn ding en dat helpt voor hem heel erg in het veld. Hij hoeft niet na te denken van de bal moet voor mijn linker liggen. En dat scheelt natuurlijk tijd. Ik denk dat het wel mijn beste kwaliteit is. Echt tweebenig à la Sneijder? Ja. Oh ja, ik denk dat Sneijder nog wel even een stapje hoger is. Sneijder was wel exceptioneel. Dat verschil zag je gewoon niet. En ik vind wel dat je nog maar Kenneth het verschil ziet tussen rechts en links. Dus links is zijn voorkeurbeen en rechts zie je nog wel daar verschil in. Maar ja, hij is goed op weg. Hoe heeft jouw jeugd eruit gezien? Je kwam natuurlijk bij Ajax in de F1. Ja. Ik had hier een toernooitje met mijn oude club, Foresters. En toen werd ik soort van gescout. Toen moest ik meedoen aan een talentendag. En toen, zoals het altijd gaat, ga je telkens een ronde verder. En dan mag je erbij komen, zeg maar. Dat was wel een droom, zeg maar, die uitkwam, ja. Ja, en klopt het dat je in die talentendag als verdediger speelde? Ja, klopt. Hoe is dat gegaan? Ja, ik was eerst spits. Bij Foresters, bij mijn oude club. En toen moest niet. Een trainer zei, wie wil er één keer achterin spelen? En toen zei ik, ja, ik speel wel achterin. En jij dacht, dat kan ik ook wel. Ja, dat ik dacht misschien, ja. Dus toen is dat steeds verder gegaan. En toen werd ik dus gescout als verdediger. En toen in de ronde D2 werd ik op het middenveld gezet. En daar ben ik nu niet meer van afgegaan. Ja, ik heb veel verbeterpunten ook. Ik weet niet of ik die ook moet uitspreken op de camera, want dan maak ik mezelf een beetje zwak, begrijpt u? Nee, dat is helemaal niet zwak. Het is toch juist goed dat je weet waar je aan moet werken? Ja, ik heb mijn punten waar ik zeker aan moet werken. Ik weet ze wel. Noem er dan twee. Maar mijn punt is om omgaan met, bijvoorbeeld ik kan gewoon echt niet tegen verliezen, zeg maar. Dan kan ik nog wel eens een beetje boosachtig worden, dus dat is wel een punt waar ik aan moet werken. En even een beetje slim denken wat ik nog anderen kan zeggen. Waar hij nog een grote stap in kan maken is de laatste 30 meter van het veld. Waarin hij de spitsen vrij kan zetten voor de keeper. Zelf moet scoren. Ik denk dat daar nog wel een stap in te maken is. Oh ja. Mijn eindpaas, die moet ik zeker nog verbeteren. Fluistert de trainer dat nou in? Nee, ik heb het heel vaak over met trainen. Maar ik heb dit seizoen wel weer 11 assist. Maar het kon er echt wel weer 20 zijn, zeg maar, bij wijze van. Ja, precies. Ja, dat is zeker nog een ding waar ik wel... Gewoon nauwkeuriger zijn in de eindfase, ja. En nu, wat is je doel voor komend seizoen? Je bent hier nu weer na een korte vakantie. Ja, klopt. Mijn doel is natuurlijk om zo snel mogelijk naar Ajax 1 te gaan. Dat is mijn doel. Wat is volgens jou realistisch? Wanneer kun je die stap maken? Ja, daar doe ik liever geen uitspraak over. Ik heb natuurlijk wel een plan voor mezelf in mijn hoofd, maar... doe ik liever geen uitspraak. Dat hou je liever voor jezelf. Ja. Nou, je ziet al bij sommige andere jongens hoe snel dat soms kan gaan. En ja, dat zou ook zomaar met hem kunnen zijn. En Ajax staat erom bekend dat het soms wel eens heel snel kan gaan. Dus als je Gravenberg bijvoorbeeld vorig jaar ziet, die viel in tegen PSV. Nou, die kan ook nog in Nederlands elftal onder 17 spelen. En daar speelt Kenneth momenteel ook natuurlijk. Met wat voor type speler uit de top kunnen we hem vergelijken? Ja, hij zegt zelf Kroos. Ja, ik wil mezelf niet vergelijken met natuurlijk hele grote spelers. Nee, maar puur qua type. Kroos. Tony Kroos. Ja, die ook gewoon veel in de opbouw is. Standaard situaties neemt. Ja, dat is zo'n soort speler. Dit is wel een type die op hem lijkt. Dus het korte positiespel dat hij goed beheerst. Maar ook het lange positiespel. Dus de lange bal spelen op het juiste moment. Zodat je
aan de andere kant 1 tegen 1 speelt. Dat beheerst hij ook. Ik vind Kroos nog wel een stuk beter in die eindfase natuurlijk, maar dat is voor Kenneth een mooi aandachtspunt. Het grote Oranje, ja. Denk je daar wel eens soms aan? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een droom voor je land spelen. Dat is natuurlijk waar je wel van droomt. Ja. Ja, en wie is in het grote Oranje nou echt jouw voorbeeld? Ja, ik denk dan toch Wijnaldum. Hij is een hele complete voetballer, vind ik. Hij kan eigenlijk alles. Je ziet hem overal op het veld rennen, verdedigen, aanvallen, alles. Dus ja, ik denk toch wel dingen waar ik veel van kan leren. Van jouw generatie, ja. Met wie denk jij later in het grote Oranje te spelen? Met Kiana Hoever en Brian Brobbey zou me wel leuk lijken om met hun samen in het team te komen. Ja. Hij is natuurlijk aanvoerder. Hij mocht die beker omhoog houden, een prachtig moment voor hem. Op basis waarvan maak jij hem aanvoerder? Nou, het mooie is van Kenneth is dat hij eigenlijk met iedereen goed omgaat. Dus of je geel, zwart, bruin, oranje, blauw bent, het maakt hem niet uit. Hij kan met iedereen goed opschieten. Dus hij is eigenlijk het cement binnen onze ploeg. Hij neemt het voortouw, hij laat zien hoe je om moet gaan met bepaalde dingen. En in de kleedkamer heeft hij altijd zijn woordje klaar voor iedereen. Hij zegt altijd nog wat voordat we naar buiten gaan. Pept zijn team op. Dat is echt wel leuk en mooi om te zien. Als je terugdenkt aan al die woordjes de afgelopen tijd, wat is dan iets wat je nog te binnen schiet wat hij zei? Misschien iets leuks? Net voor de finale zei hij, sprak hij de ploeg toe en zei hij, verliezen is geen optie, we gaan ervoor met z'n allen. En alles geven, kom op mannen. Ja, dat is toch. Ja, dan staan wij met z'n allen in de kleedkamer en de aanvoerder zegt zoiets, ja, dan krijg je kippenvel. Denk jij ooit met Ajax kunnen schitteren in de Champions League? Ja, dat gaat gebeuren. Dat moet wel. Als ze Ajax zijn, dan speel je hopelijk elk jaar wel Champions League. Dus ja, zo'n droom, ja. Jullie weten nu hoe je feestjes moet vieren, hè? Tenminste, jij wel lijkt me. Na 3 prijzen dit seizoen. Ja. Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt? De eerste prijs die we wonnen was het EK met onder 17. Ja, ik denk dat wel echt het vetste toernooi is wat ik heb meegemaakt tot nu toe. En we hadden een heel druk schema, we kwamen terug en toen 4 dagen daarna hadden we alweer een wedstrijd. En daarna hadden we alweer de bekerfinale. Dus het ging allemaal heel snel daarna. En ja, die hebben we ook gewonnen. En toen kampioenswedstrijd tegen Feyenoord, was eerst nog een akkefietje. En daarna hebben we die daarna weer opnieuw gespeeld en toen hebben we die gewonnen en toen waren we kampioen geworden. Nou, we drinken allemaal niet in ons team, dus dat is nog wel goed. Dus ja, wat we het gekst had meegemaakt, ik denk dat we dansen op de tafel staan of zoiets. Dat denk ik wel, ja. Dat was wel leuk, zeg maar. Ja. Hoe kan dat eigenlijk, dat jullie allemaal niet drinken? Is dat echt een bewuste keuze, omdat dat slecht is voor jullie carrière? Ja, ik denk wel. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met zelfdiscipline. Ik denk dat we zijn ook nog best wel jong, dus ja. Het mag ook nog niet, maar... Het mag officieel helemaal nee, niet. Nee, maar nee. Ik denk dat iedereen daar wel bewust voor kiest, ja. Ja, want stel jij wordt straks 18, denk je dan wel van, nou, ik neem eens een biertje of een barcootje of zo? Nou, ja, dat zie ik dan wel. Maar als ik nu moet zeggen, dan denk ik het niet, nee. Misschien op je 34ste als je uit... Ja, als ik gestopt met voetbal ben, dan... Ga je aan de drank? Ja.